used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful, selling a dream. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik heb vandaag een roomtour voor jullie en ik ga dus laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. En ja, laten we eigenlijk maar gewoon meteen gaan beginnen. Hier is waar je mijn kamer binnenkomt. En ja, mijn kamer is best wel klein zoals je kan zien. Dit is het helemaal. Als eerste als je binnenkomt zie je mijn bed. En ik heb heel erg veel kussens op mijn bed. Want ik vind het gewoon heel fijn om mijn bed als bank te gebruiken. En daarbij is het natuurlijk heerlijk om heel veel kussens te hebben. Want ja, de muur is natuurlijk hartstikke hard. Dat is logisch. Maar ik heb dus kussens in wit en grijs tinten. En ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk, zoveel kussens. Sommige mensen vinden er misschien niks aan, maar ja, ik vind het best wel leuk. En ik heb dan ook nog zo'n zacht kleedje. En daardoor vind ik mijn bed er gewoon heel erg gezellig uitzien. Aan het einde van mijn bed zit nog een plank. En op deze plank bewaar ik al mijn lipsticks, zoals je waarschijnlijk wel kunt zien. En dan heb ik daar in de hoek ook nog een spiegeltje en een klein kaarsje, die staat daar verstopt. En hierboven op deze muur, hier hangen dus nog een soort van vakjes. En hier bewaar ik nog allemaal spulletjes, en zoals kaarsjes. En daarboven heb ik nog een vetplantje staan, die heb ik van een vriendin gehad. En een cactus. En bovenin staan ook nog ja, van die soort sneeuwbollen. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar die vind ik gewoon leuk om te sparen. Zeg maar van elke plaats waar ik kom. Dat ik dan zo'n bol koop en de datum onderop schrijf. Dat, ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. En op mijn deur heb ik nog wat tasjes hangen. En mijn deur is verder ook wit. En deze muur is lichtblauw zoals je kan zien. En de muur bij mijn bed is wit. Je ziet trouwens ook gaten in de muur zitten, want daar heeft een plank gezeten. En die gaten moeten nog steeds opgevuld worden. Boven mijn bed hangen trouwens ook nog twee planken. Maar we waren hier gebleven bij de deur. Naast de deur heb ik een sieradenrek. En ja, hier hangen eigenlijk heel veel kettingen aan en een aantal horloges. Als we dan even omdraaien, dan komen we als eerste aan bij deze kast. En ja, dit is een witte kast van de IKEA. Nou ja, het zijn eigenlijk twee kasten op elkaar. Maar van de IKEA dus, met grijze bakken erin. En die bakken die zitten helemaal vol met spullen. En dat ga ik verder niet echt laten zien, want dat is niet echt heel boeiend of zo. Hier heb ik ook nog een deurtje. En precies zo'n deurtje zit ook aan die kant. Dan heb ik hier bovenop deze kast nog cactussen. En dit heb ik zelf zo gemaakt en ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. En dan heb ik hier nog een lamp. Die is ook van de IKEA. Mijn televisie. En ik kan dus vanaf mijn bed televisie kijken, dus vandaar dat ik ook mijn bed als bank gebruik. Onder de televisie liggen nog wat lampjes. En verderop op de kast heb ik hier een plant. Die is ook van de IKEA. Ik ben namelijk laatst naar de IKEA geweest, dus ja, heel veel is van IKEA eigenlijk. Maar ja, ik vind dit ook wel een hele leuke plant. En ik heb hier dus nog wat kaarsjes. Die heb ik bij de Action gekocht. En die heb ik volgens mij laatst ook in een Action Shop blog laten zien. Ik zal even een link van die video in het i'tje zetten als je daar benieuwd naar bent. En achter die kaarsjes staat nog een cactus. Ik hou best wel van cactussen, dus ja, ik heb best wel veel cactussen in mijn kamer. Dan gaan we verder naar dit vakje in mijn kast. En ja, dit is eigenlijk een soort van nachtkastje voor mij. En daar staat dus zo'n dingetje dat je kan zien welke datum het is. En die hou ik heel netjes bij elke avond. En ja, mijn digitale klok. En nog een flesje water, afstandsbedieningen en een boek. En dan in dit vakje heb ik mijn parfum staan. Daarachter. En er ligt nog een horloge en een aansteker daarachter om mijn kaarsjes aan te kunnen steken. En dit is ook nog een kaars, maar die heb ik nu even niet aanstaan. En nog een doosje met de ketting erin en mijn iPad ligt daar.
Hier op de grond ligt trouwens een super zacht kleed. Die heb ik ook van de IKEA en het is echt super lekker als je zeg maar 's ochtends uit je bed komt. Dan heb je niet gelijk zulke koude voeten. Nou, als we dan weer verder lopen zien we hier een boom eigenlijk. Die is ook van de IKEA trouwens. Maar dit is een nepboom en die vond ik ook wel heel erg leuk. Onder mijn bed daar liggen trouwens allemaal bakken met schoenen en tassen. Maar dat ga ik verder ook niet echt in detail laten zien. Deze kast bij het hoofdeinde van mijn bed, dat is de kast van mijn bureau. En hierbovenop staan nog nepkaarsen. Maar ze lijken wel heel echt omdat het beweegt. Dus dat vond ik wel leuk. En daar staan nog twee lijstjes en een fles met een roos erin. En daarachter staat trouwens mijn printer, want die kan ik verder niet echt ergens kwijt. Dus die staat lekker bovenop de kast. Dan daarboven aan de muur zijn nog twee potjes. En er zitten cactussen in, maar dat zie je niet echt heel goed, want ze zijn niet zo heel hoog. Daar moet ik nog even iets op bedenken. En daar in de hoek is nog een lamp. En dan heb ik hier een gaasrek. En dat heb ik een tijdje terug gezien. En ik dacht, ja, dat vind ik zo leuk. Dat wil ik zelf eigenlijk ook. Maar ik kon eigenlijk nooit echt een goed rek ergens vinden. En toen kwam ik bij de karwei en toen zag ik deze. En het is eigenlijk voor in de tuin, voor planten. Maar ik dacht, nou ja, ik kan dit er ook van maken. Dus ik heb de lampjes aangehangen en van alles. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En dat hangt zeg maar achter mijn bureau. Hier is mijn bureau. En dit is dus mijn bureaukast die je net al zag. En daar ga ik verder ook niet in detail over in, zeg maar, wat er achter de deurtjes en in de bakken zit. Want dat is niet echt heel boeiend. Maar op mijn bureau heb ik dus nog een cactus staan. En ja, gewoon basisbenodigdheden voor op je bureau eigenlijk. En ik heb hier mijn bureaustoel met een kleedje erop. En onder mijn bureau zitten trouwens ook nog wat van die vakken, maar daar ga ik verder ook niet echt op in. Dan heb ik hier nog een ladekastje en daaronder staat ook mijn prullenbak. En in het ladekastje zitten vooral pennen en dat soort dingen. Op mijn vensterbank heb ik ook nog een Boeddha beeldje en twee kaarsjes. En hier kan je dus naar buiten kijken naar de tuin. Dan aan de andere kant heb ik hier in de hoek een poef staan en nog een fles met, ja, wat zijn dit? Het zijn nepplanten in ieder geval. Maar ja, het zijn van die bollen en die vond ik wel heel schattig. En deze muur is ook weer blauw en ja, dat is het stopcontact. En dat snoer dat daar loopt, dat is eigenlijk echt heel lelijk. Maar ja, dat krijg ik niet echt beter. Hier heb ik mijn spiegel. En daarbovenop, daar zitten nog roze lampjes. Vind ik ook super leuk. En hierboven is trouwens nog een klok. Ja, niet heel boeiend of zo. Maar dit was dus mijn spiegel. En dan heb ik hier nog een klein hoekje naast mijn kast. En hier heb ik een soort ja, theehoekje, zeg maar. Ik heb hier trouwens ook nog een draadmand. En daar bewaar ik kleden in. En ja, hier heb ik dus een waterkoker. Hele leuke mintgroene waterkoker. En ja, hier kan ik dus gewoon thee maken als ik daar zin in heb. En hieronder, daar staan dan allemaal mokken en glazen, onderzetters en theezakjes en dat soort dingen. En ja, ik vind dat het wel een hele gezellige uitstraling heeft eigenlijk. Dus ja, ik vind het wel een leuk deel van mijn kamer. En dan zijn we eigenlijk mijn hele kamer rond. Ik heb hier nog een schilderij van de Eiffeltoren en daarachter ook nog twee schilderijtjes. En ik heb trouwens een hele grote lamp. Het is een waaier en 's zomers dan kan die dus draaien en dat is echt heerlijk verkoelend. En boven de deur, ik weet niet of je het vanaf hier kan zien, maar boven de deur heb ik ook nog een hartje hangen en die vind ik ook wel heel schattig. Oh ja, en wat ik er nog even bij wil zeggen is dat ik mijn kledingkast niet op mijn eigen kamer heb, omdat mijn kamer best wel heel erg klein is, zoals je waarschijnlijk al wel hebt kunnen zien. Mijn kledingkast staat namelijk op de slaapkamer van mijn moeder en ik krijg binnenkort een nieuwe kledingkast. Dus misschien ga ik dan wel een closet tour doen, als jullie dat leuk vinden.
Ik zal even een poll zetten in het i'tje. Dan kan je stemmen of je dat wel of niet wil zien. En als veel van jullie dat willen zien, dan ga ik daar zeker een video over maken als die kast er eenmaal staat. Nou, dat is dan dus hoe mijn kamer eruit ziet. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, laat dan vooral een duimpje achter. En als je meer video's van mij wilt zien, abonneer dan vooral op mijn kanaal. Dat vind ik super leuk en dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Dus hopelijk zie ik je weer in mijn volgende video. Doei!